Klimaatverandering speelt een grote rol als het aankomt op het stimuleren tot productieverhoging bij ondernemers. Deskundigen zijn aan het denken gezet door de veranderingen in het klimaat, zei minister Prahlaad Suedien van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren voor de Raad van Ministers. Er zijn een aantal zaken, die uitdagingen die ons continu in de weg staan voor de afgelopen 2-3 jaren. De hele klimaatsverandering, dat houdt ons vreselijk bezig. Vroeger, kijk, zoals nu, is de rijstseizoen begonnen, de oogst ervan, maar het blijft regenen. Vroeger hadden we een window van 2 maanden zeker om rijst te kunnen afoogsten. Je kon plannen. Nu het klein seizoen, in september, oktober het groot seizoen. Maar je hebt nauwelijks een window van 1 of 2 weken om te kunnen oogsten en daarna regent het weer. Het zijn allemaal zaken welke ons aan het denken zetten van hoe verder met de hele klimaatsverandering en dat ook natuurlijk voor september en oktober. In het binnenland heeft het ministerie ook veel nieuwe veranderingen geconstateerd in het klimaat. Het is vooral gebleken dat er veel meer regen valt in de kustvlakte en het achterland. En men is daar meer gewend om die groyans, die aardevruchten, te eten. Maar als die gronden continu nat zijn, dan heb je daar ook een probleem van dat de oogst daar mislukt, verrot raakt. En het zijn allemaal zaken waarop we antwoord moeten zien te vinden. Dus we moeten nu kennelijk het systeem gaan veranderen van ons landbouw doen. En het omgooien naar iets anders. Als je alleen maar kijkt naar ons breedtegraad, de evenaar, dan ga je zien dat hier zoveel regent. Maar zelfs de breedtegraad in Afrika bijvoorbeeld heel erg droog is. Het zijn zaken die nu niet meer kloppen. En we moeten nu ook kijken naar, als we praten over climate change, wat kan onze minimale bijdrage daartoe zijn om dat te helpen veranderen of een bijdrage te leveren. Suedien zegt dat de productie van boeren afhangt van vele factoren waarvan mensen zich niet bewust zijn. Er wordt vaak commentaar geleverd dat zijn ministerie niet veel doet. Maar, zegt de bewindsman, het commentaar maakt dat hij aan de andere kant nadenkt over hoe bij te dragen aan een beter verhoogde productie.